Kijk, dit is mijn André. 1974, chassis nummer 457. Daarnaast staat mijn buurjongen, hij heet Gijs, Gijs Middelwijs. Gijs studeert aan de HTS in Arnhem, ingenieursopleiding. Gijs heeft ook een auto. Ja, dat is een Mercedes-Benz 220 diesel uit 1972. Dus iets wat ouder dan u denkt. Die achteras heeft hij vervangen. Hij heeft er iets meer aan veranderd. En als je aan de achterkant kijkt, dan zie je geen uitlaat. De indruk zou kunnen ontstaan dat Gijs hem heeft omgebouwd op elektriciteit, net zoals een Tesla. Maar dat ken je Gijs nog niet. Als ik even doorloop en u ziet daar die aan de zijkant, dan bestaat al gelijk het vermoeden dat hier wat anders aan de hand is. Nee, deze auto heeft niet meer de viercilinder van, hoeveel pk was het, 67 of zo, die er oorspronkelijk in zat. Gijs doet de kappers los. Gijs heeft in deze auto, en dat is een kunst op zich, een OM 606 zescilinder van een 300 diesel uit 1998 gebouwd. Dat heeft hij gekoppeld met een handbak van een 250 turbodiesel uit 2001 was het, geloof ik, hè? Ja, zoiets. Maar knap. Nog wel steeds met stuurschakeling. Dus geen automaatje. Stuurschakeling, alles is aangesloten. Nou ja, dan zou je denken, ach, zescilindertje. Dat was niet genoeg. Gijs heeft er zelf een spruitstuk aangezet. Handgemaakt met gereedschap van de Lidl zo ongeveer, van Action. En dat voorzien van één kleine en één grote turbo daarachter. Die soms in serie en soms parallel staan. Dat wordt dan aangestuurd elektronisch met een stuk elektronica wat hij heeft gekocht in IJsland. Of all places. Intercooler, bodycooler, olieleidingen. Nou, als je dat erin krijgt, snap niet hoe het kan. Moest kijken hoe die buizen in elkaar overlopen. Dat is toch leuk gedaan. Maar, proof of the pudding is eating. Gijs, start dat ding eens. Dat moet je eens even horen. Pas ook allemaal maar net. Daar gaat hij. Nou, laat eens horen, Gijs. Ja. Tel hem eruit. Gijs, wat schat jij dat het vermogen is? Ik denk nu zo rond de 250 of zo. Ja, en dat was nog niet genoeg, maar er was nog iets van plan om nog iets extra's eruit te peuteren. Jij wou stage lopen. En daar bezoek je een stageadres waar je kunt ontwerpen. En dan liefst zo ingewikkeld mogelijk. Gijs heeft twee eigenschappen. Hij is stront-eigenwijs, dat is heel goed. En hij houdt ook niet van om in praatgroepjes flauwekul te verkondigen. Wat hij wil is doen. Dat heeft hij helemaal zelf alleen gedaan. Liggend op straat zo ongeveer later in een klein schuurtje. Als je dat kan, dan kan je wat. Ik zou zeggen, mocht u een adres voor hem hebben, dat zou hartstikke mooi zijn. Ik denk niet dat hij u zou teleurstellen. Bedankt voor het kijken. Tot ziens.